U luistert naar een eredienst voor thuisblijvers van de protestantse gemeente De Hoeksteen in Knokke. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jullie weten dat ik een paar weken geleden in Esneu was, hè? In de buurt van Luik ligt dat, om samen met andere beginnende predikanten bekend te raken met de VPKB als geheel, om elkaar te ontmoeten, om vriendschappen te sluiten, ook met elkaar te leren. En het viel mij op toen we met elkaar spraken over het gebed, hoe verschillend de opvattingen waren over het bidden. Er waren mensen bij die heel graag hun gebeden uit een gebedenboek halen. Grote, voorname gebeden uit het verre verleden zelfs, uit de derde, vierde eeuw na Christus. Er waren anderen voor wie bidden een soort ademhalen was, een zuchten, een spreken met God over van alles en nog wat. Er waren ook mensen die zich erg toelegden op de voorbeden. En heel ontroerend was het om een Engels sprekende collega te ontmoeten die ik bij de avondmaaltijd vertelde over mijn broer die worstelt met de naweeën van een hartaanval en die spontaan aanbood om voor die broer te bidden. En ik dacht, nou ja, dat doet hij één keertje en dan vergeet hij dat. Maar gisteren kreeg ik bericht van hem of ik wilde vertellen hoe het nu met mijn broer ging, want hij had dagelijks voor hem gebeden. Allerlei verschillende opvattingen dus over bidden. Sommigen baden elke dag, sommigen één keer per week, sommigen het liefste met de gemeente samen. En toch vinden we in het Nieuwe Testament ook wel wat aanwijzingen voor het gebed. Wij hebben een gebed dat we elke week in ieder geval uitspreken, misschien sommigen van jullie thuis ook, en dat is dat gebed het Onze Vader. Maarten Luther die zei van dat gebed, dat is de grootste martelaar in de geschiedenis. Hij bedoelde daarmee dat dat gebed zo vaak, zo snel, zo onnadenkend wordt uitgesproken, dat het eigenlijk geen betekenis meer heeft. Hij wilde dus zijn gemeente oproepen om dat gebed maar liefst 3 keer per dag met grote aandacht te bidden. Elk woord ook te overwegen in het gebed. Want het is niet voor niks dat we dat in het Nieuwe Testament vinden. Tussen haakjes, voor wie dat soort zaken interessant vindt. Joden hadden de gewoonte om 3 keer per dag het zogenaamde 18 gebed te bidden.
18 zegeningen over het land, over de komende Messias, over de toekomst, over de veiligheid van Israël. 18 van die zegenspreuken, dat was het vaste gebed 3 keer per dag. En de jongste theorie is dat de Heer Jezus dit gebed bedoeld heeft als een aanvulling daarop. Als een soort 19e zegenspreuk, als een afsluiting van dat grote gebed wat ook in het Jodendom heel gebruikelijk was. Leraren deden dat in die tijd. Leerlingen vroegen aan hun meester, leer ons bidden. En dan zei die meester, nou na het grote 18 gebed met zijn 18 zegeningen, bid dan nog dit, als aanvulling, als voltooiing daarvan. Daarom staat hier ook, wanneer u bidt, wanneer je al aan het bidden bent. En dat zijn dan, normaal gesproken, die gebeden van het Jodendom. Wanneer u bidt, dan moet je dit ook nog zeggen, is de bedoeling hier. Vader, mogen uw naam worden geheiligd, enzovoort. Lucas heeft een korte versie van het Onze Vader. Matthäus, de lange versie, die wij ook altijd gebruiken in onze diensten. Maar even terug naar het begin. En het gebeurde toen hij op een bepaalde plaats in gebed was. We lezen voortdurend dat Jezus in gebed is. Dan zou je denken, heeft hij dat dan wel nodig? Hij is de Zoon van God. Hij staat toch altijd in verbinding met zijn hemelse Vader. Maar Jezus trekt zich terug om te bidden. De discipelen hebben dat gezien, dat Jezus opnieuw een half uur of een uur of misschien langer in gebed verzonken is. Voorafgaande aan alles wat hij doet, is hij wel een bepaald moment in gebed geweest. Tot dat grote gebed in Gethsemane, vlak voor zijn kruisiging. Eén van zijn discipelen wacht tot hij ophoudt en zegt dan, Heer, leer ons bidden. Wat heeft hij gezien? Hij heeft misschien wel gezien hoe diep de concentratie geweest is van Jezus bij dat bidden. Misschien heeft hij gevoeld wat voor een diepe, ja, intieme omgang Jezus met zijn hemelse Vader heeft. En dan zeggen ze, Heer, leer ons zo te bidden. Leer ons te bidden zoals u bidt. Met die overgave, met die vanzelfsprekendheid waarmee Jezus zijn hemelse Vader waarschijnlijk papa genoemd heeft. Abba. We hebben het gezongen. Abba, Vader, u alleen. Heer, leer ons bidden. Want immers ook Johannes heeft zijn leerlingen geleerd te bidden. Dat gebed van Johannes kennen ze misschien wel. Maar dat is een gebed dat wijst naar de komende Messias. Maar hier is de Messias in hun midden. Heer, leer ons bidden. Nou, wanneer u bidt, zeg dan ook nog dit. En dan komt een gebed dat heel erg lijkt op de Joodse gebeden uit die tijd. En als wij dat samen bidden, ik heb het ooit een keer aan een leraar van mij gevraagd, een Joodse leraar, die tegen mij zegt, nou dat stuk van het Nieuwe Testament, dat kunnen wij als Joden gewoon met jullie meebidden. Er staat helemaal niets typisch christelijks in. Ik weet niet of hij dat nou als compliment bedoeld heeft. Maar in ieder geval, voor hem was het een heel normaal gebed. Een gebed wat hij herkende ook uit zijn eigen traditie. In Matthäus wordt het iets anders verteld, maar het gaat vooral om deze woorden. Onze Vader die in de hemelen zijt, enzovoort. Jullie kennen dat gebed uit je hoofd. Wat betekent nu dat gebed? En waarom bidden wij dat zoals het er staat? Het heeft 2 functies, dat gebed. De ene is dat het een richtlijn is voor de prioriteiten in ons leven. Wat is nou belangrijk en wat is wat minder belangrijk? Wat is het eerste wat we moeten zeggen en beseffen en wat komt daarna pas? Het allereerste is dat de God tot wie wij bidden niet mijn God is, niet mijn afgod is, niet mijn beeld van God is, maar dat hij iets van ons samen is. Onze Vader. Onze Vader. Wat maakt ons tot broeders en zusters? Als wij samen bidden, is het het gebed van familieleden met elkaar tot hun gemeenschappelijke hemelse Vader. Onze Vader. Dat woord Vader werd in het Joodse gebed niet zoveel gebruikt.
Want God werd geacht ook wel ver te zijn, vooral koning te zijn. Maar hier openbaart zich iets van het christelijke karakter van dit gebed. We beginnen niet met onze koning. We beginnen niet met God, uw almachtige, uw ontzagwekkende. Al die namen die in die tijd ook vaak in gebeden voorkwamen. We beginnen heel intiem, maar we beginnen gemeenschappelijk. Onze Vader. Als je je terugtrekt in je eigen kamer, als je thuis bent en je komt ertoe om te bidden en je bidt dit gebed, word je meteen eraan herinnerd dat je deel uitmaakt van die grote familie. Je staat niet alleen. Het is niet jouw zoektocht naar deze God, die misschien vreemd en ver voor je is, maar je bent met anderen verbonden tijdens en in dat gebed. Hoe ver reikt dat dan? Onze Vader, zeggen wij hier. Hoe ver reikt dat onze dan? Nou, veel verder dan deze ruimte. Veel verder dan knokken. Het is een wereldwijd onze, wat we delen met allen die Christus hebben aangenomen, die kinderen van God de Vader zijn geworden. Onze Vader. Het verenigt ons van noord tot zuid, van oost tot west. Met ieder die vandaag op deze zondag de naam van de Heere aanroept. Dan zou je ook kunnen zeggen, onze Vader maakt die God ook heel dichtbij. Je kunt met hem spreken alsof het je vader is. Er zijn kringen waarin letterlijk wordt gezegd dat je bij het gebed op schoot van de Vader klimt. Zo nabij ben je. Je bent als het ware een kind dat op de schoot van de Vader is. Want onze Vader maakt daar meteen korte metten mee, denk ik. Want er staat meteen achter die in de hemelen zijt. Wacht even. Onze Vader bracht hem van boven naar beneden. Het woordje onze verbond ons horizontaal. Maar hij is wel in de hemel. Er is een hoogte aan deze God die we nooit mogen vergeten. Hij is niet hetzelfde als onze aardse vaders. Ons beeld van wat een vader zou moeten zijn, hij gaat daar verre bovenuit. Natuurlijk is hij ook de koning van de wereld. Natuurlijk is hij ook onze schepper. Natuurlijk is er een enorme afstand tussen ons als sterfelijke mensen en deze God, de God die alle leven in zijn handen houdt. Eigenlijk krijgen we dus twee richtingen, twee zetjes in de goede richting. Maar het zijn verschillende zetjes. Onze Vader, dichtbij, vaderlijk en zorgzaam. Maar wel in de hemelen, ook de koning van de wereld en de schepper van hemel en aarde. Zo mogen we hem aanspreken. En zo wordt heel ons gebed van begin af aan bepaald door dat dubbele karakter. God die een plan met de wereld heeft, koning is, want hij is in de hemelen. En God die ons nabij wil zijn, zo nabij dat hij in elk van onze levens, voor ieder van ons individueel, aanwezig wil zijn en ons leidt op onze levensweg. Wat zijn dan de prioriteiten in het gebed? Wat is dan het eerste wat uit je mond moet komen als je in gebed met hem gaat? Of je nu deze woorden gebruikt of andere. Het allereerste. Mogen uw naam worden geheiligd. Mogen uw naam worden geheiligd. Wat is zijn naam dan die geheiligd moet worden? Je zou kunnen zeggen in de context van die tijd is dat natuurlijk de Godsnaam bij uitstek, die wij niet eens uitspreken. Wij zeggen Heere of Heer in plaats van die Godsnaam. Ook de Joden in die tijd zeiden niet die Godsnaam, spraken die niet uit. Maar dat zijn naam wordt geheiligd wil zeggen dat zijn persoon, alles wat hij van zichzelf verteld heeft, dat als iets heiligs wordt onttrokken aan onze spot, aan onze overwegingen, aan onze eigen plannen. We kunnen deze God niet voor ons eigen gebruik instellen. Hij is niet te gebruiken. Hij torent boven al onze plannen en overwegingen uit. Zijn naam, dat is die naam die boven alle naam verheven is. Het is uiteindelijk, zegt Paulus, de naam die Jezus krijgt. God heeft hem de naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in zijn naam alle voet, alle knie zich zal buigen. Zo zal het in de toekomst zijn, zegt Paulus. Uiteindelijk zal iedereen die naam
van de Heer Jezus, heiligen. Maar dat is het grote verhaal. Dat is de kant van God die in de hemelen is. Maar is er ook een kant hiervan dichtbij? Zou het kunnen zijn dat hier ook die naam Vader bedoeld wordt? Die naam Vader heiligen, wat betekent dat dan? Hoe heilig je, hoe respecteer je, hoe toon je eerbied voor de naam van je Vader? Door als zoon of dochter te wandelen, waardig het huis, de familie, het gezin waar je vandaan komt. Door de goede leringen die je hebt ontvangen te eerbiedigen en uit te leven. Zijn wij Gods familie, dan moet dat in ons gedrag, in ons dagelijks leven zichtbaar zijn. Dat we bij Hem horen. Dat we naar Hem luisteren. En dat Hij ons niet voor niks zijn geboden, zijn wil op ons hart gelegd heeft. Zijn naam heilige, ja, dat is natuurlijk in het groot. Want Hij is die God uit de hemel. Maar het is ook in het klein. In het leven van alle dag. Die naam Vader die wij heiligen. Opnieuw die twee kanten aan de zaak. De naam van God, hoog en ver verheven, zo ontzagwekkend dat wij die niet uitspreken. Alleen maar Heere zeggen. En die naam Vader, zo dichtbij als maar kan. De intimiteit van ons dagelijks leven waarin we met Hem die weg mogen gaan. Het eerste, een gebed uiteindelijk dus. Heere, wilt u geven dat ik uw naam waardig leven mag? Wilt u geven dat ik een deel mag zijn van wat er met uw naam in deze wereld gebeurt? Dat ik bij mag dragen aan uw vrede en uw gerechtigheid, aan de openbaring van uw liefde in de wereld. Uw naam mogen die door mij geheiligd worden, gerespecteerd worden, geëerbiedigd worden. En als mensen ons leven zien, zullen ze dan zeggen, kijk, je kunt zien dat hier iemand leeft en handelt en denkt in overeenstemming met wat Jezus heeft geleerd. Dat iemand waarachtig dat woord, kind van God, die uitdrukking heel serieus neemt, dat hij probeert te leven als deel van Gods familie. Het gaat dus over Hem. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Het gaat om Hem. Het gebed begint niet met, Heere, mij ontbreekt het een en ander in mijn leven. Kunt u dat aanvullen? Kunt u mij gezond maken? Kunt u mij helpen een nieuwe baan te vinden? Het begint niet met smeekbeden over ons eigen leven. Het begint met het eren van die naam, het erkennen van wie Hij is. Met het gebed dat door ons zijn naam wordt geheiligd. Dat heeft nog niets te maken met onze behoeften, met onze verlangens, met wat ons ontbreekt. En dat blijft nog een tijdje zo, want de volgende bede is, mogen uw koninkrijk komen. Het gaat ook niet over ons. Het gaat over dat koninkrijk wat voor alle mensen bestemd is. Wilt u uw koningschap niet alleen maar in de hemel uitoefenen, maar wilt u het ook op aarde uitoefenen? Wilt u deze wereld brengen tot vervulling? Alle rotzooi en ellende die wij hebben, die we elkaar aandoen, wilt u dat voor ons opruimen, want dat is ons te veel. Het gaat boven onze krachten uit. Mogen uw koninkrijk komen. Want als u regeert, Heere God, als u regeert, dan kan er alleen maar waarachtige vrede en gerechtigheid zijn. En dan nog een keer. Mogen uw wil geschieden, zoals dat in de hemel is, ook op aarde. Hebt u zich wel eens afgevraagd wat dat betekent? Laat uw wil geschieden zoals in de hemel. Nou, hoe geschiedt Gods wil in de hemel? Daar staan in dat prachtige beeld al die engelen rondom de troon. De vier dieren en de 24 oudsten. Al die verschillende groepen engelen, de serafijnen en de cherubijnen en al die verschillende engelen. Dat zijn plaatjes van de hemel die we door de hele Bijbel heen vinden. Hoe wordt zijn wil gedaan? Onmiddellijk, zonder aarzelen, met volle inzet, met het plezier dat schepselen kunnen hebben. Als ze handelen in overeenstemming met God. Laat uw wil hier op aarde gebeuren zoals in de hemel. Onmiddellijk.
zonder aarzelen, met volle inzet. Zijn wil hier op aarde, beste wat mensen kan overkomen, dat zijn wil hier geschieden zal. Heere, laat dat gebeuren. Wilt u dat doen? Die bede impliceert wel dat wij niet de volle macht hebben om het zelf tot stand te brengen. Het gebed is niet, laat ons doen wat u wil. Nee, want misschien moet het wel tegen ons ingaan. Misschien moet het langs ons heen gaan, omdat wij niet onmiddellijk gehoorzaam zijn. En niet met volle inzet doen wat God van ons vraagt. Maar dan toch dat gebed. Heere, laat het dan toch gebeuren. Wij redden dat niet. Wij zijn daar te zwak voor. Maar laat het alsjeblieft ook op aarde gebeuren. En soms zie je dat. Soms zie je in de geschiedenis dingen gebeuren waarvan ik denk, ja, dat moet Gods wil geweest zijn. Tegen alle menselijke overtuigingen in. Iedereen zal zijn eigen lievelingsvoorbeeld hebben. Maar voor mij het moment dat de muur viel in Berlijn. Toen de muur viel en Oost-Duitsland zo'n communistische regime kwijtraakte. Dat is het moment dat ik zei, dat ik dacht, dat ik bad. Heere, uw wil geschiet nu. Tegen alles in. Want er waren meer mensen die het niet wilden dan mensen die het wel wilden. Maar het gebeurde. Gods wil zet zich door op wonderbaarlijke momenten die hij alleen overzien kan. Met wonderbaarlijke middelen die hij alleen maar gebruiken kan. Maar opnieuw, uw wil geschieden in de hemel, zowel als op aarde. Ja, dat is groots gedacht, want dit is een Vader die in de hemelen is. Een ontzagwekkende, scheppende, majestueuze God. Maar het is ook die Vader die bij ons dichtbij is. Laat uw wil geschieden, ook in mijn leven. Ook bij alles wat ik onderneem en plan en van tevoren bedenk. Ja, misschien is het beter dat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Herinner je het gebed van Jezus in Gethsemane? Dat aanhoudende gebed. Heere, laat deze drinkbeker in mij voorbij gaan. Ik wil niet in dit lijden. Neem het weg. Zoek een andere manier om de mensheid te redden. Maar steeds weer het einde in dat gebed. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het is het modelgebed, de kortste vorm die ik ken. Twee regels. Laat uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. En nou is het aardige, nu pas komen wij aan de beurt. Nu pas. We hebben die Vader benoemd, we hebben uitgesproken wie hij is. We hebben over zijn naam gebeden, zijn koninkrijk gebeden, zijn wil gebeden. Nu pas komen wij aan de orde. Met een klein fluisterend gebed. Heere, maar sla ons nou niet over. Laat ons er ook mogen zijn. Geef ons vandaag ons dagelijks brood, dat bidden wij meestal. Maar dagelijks betekent toereikend. Voor één dag toereikend. Dat meer vragen we niet. Waarom zouden we ook? Want misschien komt de Heer Jezus wel terug. Vanavond of morgen. Dat is zijn belofte. Dag voor dag bekijken. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt de Heer ergens. Bid dan maar om het brood dat je vandaag nodig hebt. En dan zei mijn jongere broer waar ik het net over had, die zei altijd, en een beetje beleg erbij. En die vonden het wel aardig om ook over dat beleg te praten. Ons toereikend brood, maar met een beetje lekkers. En dan komt nog iets, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, was me waar, dat we dat altijd doen. Maar het is wel onze bede. Heer, neem dat weg. Het gaat niet over de eeuwige bevrijding, of de eeuwige verlossing. Dat is een hele andere zaak. Het gaat om het vergeven van onze schulden hier en nu tegenover God en tegenover onze naasten. Onachtzaamheid, onverschilligheid, boosheid, woede. Woede tegen anderen die een ander berooft van zijn eigen integriteit. Het gaat om fetus in de familie. Het gaat om al die zaken waarvan God nadrukkelijk zegt, dat moet je niet doen. En die wij dan toch weer doen. Gij zult niet liegen, gij zult niet kwaad spreken, gij zult geen vals getuigenis afleggen. Maar het gebeurt je heel gauw.
Gebeurt je heel gauw. Asaf die zegt in Psalm 73, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Nou, dat is toch een grote in de geschiedenis, die Asaf. Dichter samen met koning David, voorzanger in de tempel, de hele tijd bezig met het onderwijs aan Israël. Dat is een super voorganger. En hij zegt in Psalm 73, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Ik was bijna het spoor bijster geraakt. Ik begon allerlei rare dingen te denken. Ik begon nog van God af te sluiten. Want ik had het moeilijk. Want ik zag al die mensen daar, die hadden het zo goed. Die waren zo rijk. Die hadden prachtige villa's en rijkdom. En hij, Asaf, is die arme sloeber die in de tempel zijn liedjes zingt. Bijna uitgegleden. Nou, als hij uitglijdt, dan glijden wij ook uit. Vergeef ons onze schulden. Het gebed om te reinigen, om gereinigd te worden elke dag weer. Kijk, zonde hebben we. Dat is duidelijk. We maken fouten, we hebben zwakheden. We zijn nalatig in veel opzichten. Nou is het mooie dat we dan in het Nieuwe Testament lezen. Als wij onze zonde belijden, als we die nou ruiterlijk aan God toegeven. Dat ook in het gebed brengen. Heere, ik heb gefaald. Ik had dat moeten doen en ik deed iets anders. Ik heb wel begrepen wat ik moest doen, maar ja, op een of andere manier, ik deed het tegenovergestelde. Als wij onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig, zegt Johannes. Dan is hij getrouw aan het verbond dat hij met ons gesloten heeft. En rechtvaardig, want hij doet Christus recht daarmee om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dan gaat God, bij wijze van spreken, aan het werk. Als je je zonde beleidt, dan komt God in actie. Die schenkt die vergeving en die gaat proberen om jou te verbeteren. Dat moet je toelaten, maar dat is wel wat er gebeuren mag. En tenslotte, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in de verzoeking om op eigen krachten vertrouwen en dan het kwade te gaan bestrijden. Een van de grootste vergissingen, denk ik, in de christelijke kerk door de eeuwen heen, is dat we dat zwaard hebben opgenomen om het kwade tegen te gaan, de kruistochten. Een van de grootste vergissingen is dat we dat ook innerlijk gedaan hebben. 19e eeuw begon dat. Het kwade in jezelf bestrijden. Naar jezelf kijken in je zonde en de berouw over hebben en boete doen. Vergeef ons onze schulden. Het ligt bij hem om onze zonden weer te vergeven en een nieuw begin met ons te maken. Maar dat is een tegenhanger. De tegenhanger is dat wij dat dan ook doen. Het Nieuwe Testament zegt als een ander een fout tegen jou begaat, dan hoor je zorg te hebben over degene die het fout deed. Dat is apart. Dat is niet normaal. Dat is niet natuurlijk. Iemand zegt iets naars tegen jou, dan zeg je wat naars terug. Dat is normaal. Iemand zegt twee keer wat naars tegen jou en je besluit om nooit meer met zo iemand om te gaan. Iemand zegt drie keer wat naars tegen jou en je haalt de politie erbij. Of je praat over die persoon achter zijn rug. Dat is zo'n rare, die zegt van die rare dingen tegen mij. Dat is normaal. Dat vinden we normaal. De Bijbel zegt als iemand een overtreding maakt in die zin, als hij onaardig boos is, dan is dat iemand die hulp nodig heeft. Kun je je voorstellen? Totaal andere manier van denken. Iemand doet naar tegen jou en dan ben jij opgeroepen om zo iemand weer op het goede pad te brengen. Want het is duidelijk dat iemand hier in een overtreding gevallen is. Twee mogelijkheden. Je verzet je ertegen. En je gaat zelf in overtreding en dan roept het ene kwaad het andere op. Het escaleert, het loopt uit de hand. De een geeft jou een klap, jij geeft twee klappen terug. Je krijgt er weer drie, dan maak je er vier van. En voor je het weet, heb je een burgeroorlog. De andere weg, de weg van Christus. Iemand die in de zonde valt, dat is een voorwerp van jou, van zorg. Dat is niet, ik ben geschonden en dat moet ik herstellen. Dat is een ander heeft een probleem. Een ander heeft zorg nodig. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven.
Dat is niet alleen maar een fraai en vroom gebed. Het beschrijft ook een mechanisme, een realiteit in de wereld. Waar wij onze schuldenaars vergeven, zullen we ontdekken dat God de onze vergeeft. Ons vrijmaakt van de gevolgen daarvan. Ons weer lucht en adem geeft. Niets kan zo je adem wegslaan als het gevoel dat je bent geschonden en dat je moet terugslaan. Dat je gaat zitten zinnen op hoe kan ik hier met gelijke munt terugbetalen. Nee, de zorg zou moeten zijn. Hoe kan ik die ander vergeven? Hoe kan ik die ander, die schuldenaar van mij, hoe kan ik die weer op het juiste pad brengen? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Breng ons niet in de verleiding om met kracht terug te slaan, om het kwade te bestrijden, of het nou in onszelf is of in de hele wereld is. Je kunt geweld niet met geweld uitblussen. Dat is een les van de geschiedenis, keer op keer en elke keer maken we diezelfde fout. Nee, verlos ons van die boze. Stel ons daar vrij van. Niet alleen maar aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Ook innerlijk. Onze Vader heeft nog veel meer diepte dan ik nu vandaag in een half uurtje ongeveer kan uitleggen. Maar dat is wat we zeggen als we het onze Vader bidden. Dat is waar we naar ons uitstrekken, waar we naar verlangen in het onze Vader. En het is het model van heel ons bidden. Het geeft de prioriteiten aan, misschien niet de prioriteiten die wij hebben. Maar het zijn de prioriteiten die Jezus ons wilde leren, tegen onze eigen natuur in. Hoe zou een gebed eruit zien, onze Vader, zoals ik het zou maken, voor mezelf? Als ik even niet wist wat er in het Nieuwe Testament zit. Onze Vader geeft mij een fijne dag vandaag, dat ik niet al te veel hoef te werken. Geen ergernissen tegenkom. Dat er niet een te groot beroep op mij gedaan wordt, maar dat ik het heel gezellig heb. Amen. Zo is het toch? Dat is toch het gebed dat wij voor onszelf zouden maken. En dan zegt de Heer Jezus, nee. Begin nou maar eens bij de erkenning van die Vader. Zijn naam, zijn koninkrijk, zijn wil. En kom dan eens aan met je eigen behoeften. En overdrijf dat niet. Brood voor één dag is meer dan genoeg. En morgen bid je het opnieuw. En vergeving. Vergeving, de sleutel van Gods omgang met ons. Net zozeer als de sleutel van onze omgang met elkaar. Gaat u daaraan denken, als we het onze Vader bidden straks? Dat dit alles een rol speelt. Dat dat gebed ons veranderen wil. Een andere levensrichting wil geven. Kijk, dat zag mijn Joodse leraar helemaal niet. Die zag dat niet. Die dacht het lijkt op het Kaddish gebed en andere gebeden. Maar dit is het revolutionaire, kun je zeggen, het totaal andere van het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde en via hen ook aan ons leerde. Mogen dat dan de vorm van ons gebed zijn? De Vader eren door de Zoon te gehoorzamen, totdat Hij komt. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.
U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens!